Welcome. Het is de full moon in Tor in Steer. De full moon is in de zodiac teken van de Steer. En het is zwaar, dames en heren. Het is zwaar, oké? Eclipse full moon is altijd zwaar. Het is wanneer alles komt uit en je moet zoveel issues en situaties daarmee aan gaan werken. Maar sommige van jullie overkomen situaties met een tweeling en een stier. Een tweeling en een stier creëert some sort of a deceptive move, maar je overkomt this. A cycle is nog niet over, want mensen recognize wat een rumble of boodschap de persoon heeft gedaan. En mensen nou zitten echt te bekijken alle dingen. Jullie mag man samen met een rumble of boodschap de persoon hebben iets gedaan dat was niet door de bocht om some sort of an offer te krijgen en je word kapak, oké? Mensen recognize dat als jullie zakenman, getrouwde zakenman, en je familie hebben dingen gedaan dat was niet door de bok, de energie van de duivel, dus dat betekent dat jullie getrouwde rijk zakenman hebben heel veel geld dat misschien heb je achtergehouden of je hebt iets gedaan door je hebt heel veel geld, je hebt heel veel geld betaald tegen een familie om iets verkeerd te doen. Het komt allemaal boven water, oké? Energie van de zon zijn, oké? Dus als je bent geboren 6 uur ochtends, 6 uur avonds. Daar is geen geluk met de situatie. Sommige van jullie had gehoopt voor some sort of a new start. Hoop dat je gaat reizen, of hoop dat je gaat op vakantie, of hoop some sort of a situatie waar sommige van jullie had hopen, some sort of a rijbewijs, als je gaat je rijbewijs des gaan doen, of dat soort van ding, je gaat het niet halen, niet deze keer. Sommige van jullie had hoop some sort of a new offer voor een leo te binnenkomen. Nee, die heeft nou gezien dat de leo heeft gelegen aan bedrieger. En dat u hebt een leo geholpen om soms soort van data en informatie bij te komen. Dat was niet van ze. Mensen nou recognize dat een leo of some sort of a rights document dat een leo heeft. Of some sort of an auto situatie met een leo dat jullie maken mensen is degene dat hebben het gedaan. Mensen nou recognize dat jullie maak mensen kunnen iets gedaan dat was niet door de bok. Ik zie dat sommige van jullie maak mensen is kapot en je besloot om te gaan verhuizen, oké? Dus het so it says that nou dingen zit niet zo goed voor jullie maak mensen omdat some sort of eerlijk spelletje. This is the same van zware. The same van zware is low, liggen, bedrieger en fraud to career. Ik zie een emotional eind voor Leo vrouw en Leo man. Dat is geconnect met dat soort of a situatie. Mensen nou recognize it's over a rumble of boodschap de vrouw. Deze vrouw is van een ander land. Mensen nou recognize a cycle komt and a cycle word go over for this person. Mensen recognize dat jullie maakman met een oude vrouw in een ander land have some sort of an aanvraag gedaan on the false de benoordigheid. En een cycle komt best wel voor deze vrouw. Een grote onderzoek is geplaatst over deze vrouw en hoe deze vrouw is bijgetrokken en hoe deze vrouw is in een land terechtgekomen. Omdat mensen recognize dat deze vrouw is een oude vrouw van een buitenland, de oude rumble of boodschap vrouw. En die misschien wonen in Nederland, wonen in een ander land. En jullie maken mensen samen met deze vrouw, deed dingen dat was niet door de bocht. En mensen nou, kom achter wat precies is gespeeld, oké? Jullie maakman had gevraagd voor iets, maar so it says jullie maakman had some sort of aanvraag gedaan, maar die kom achter dat de aanvraag, de data en de informatie was gestolen. En mensen hebben jullie maakman kapak voor
de data en informatie was gestolen van iemand anders. En zo het zegt, Julie Markman samen met een Ramley of boodschattenvrouw hebben deze data en informatie intercept door iets aan iemand computer te zetten of whoever you have that gedaan via hub of aan iemand telefoon. En dat is how you come by iemand data en informatie. En de aanvraag wat je hebt gedaan is niet doorgegaan omdat de mensen recognize dat je heeft some sort of a fraud, a theft gedaan. Oké, en ze hou je daarvoor. Dan wil we kijken de familie van Rijke Markman. Rijke Markman hebben iets, ze familie en ze problemen, de energie van de dove in de familie. het is een situatie waar is doordat jullie hebben geld, je hebt iets tegen een familie gedaan en je wordt gepakt hiervoor. Omdat het komt uit dat je hebt misbruik gemaakt van je macht tegen een familie en je hebt iets slecht tegen een familie gedaan. En het komt allemaal uit. Dames en heren, het is full moon, oké? En wanneer er is een eclipse in een full moon, alles dat was onder de tapijt gevegen, wat de familie heeft taken, ondergedaan, wat mensen hebben, het komt uit, oké? Dus sorry voor de bricht, je ziet het wel. En dit is de energie van een zakenman, dat een getrouwd rijke zakenman en zijn familie. En de energie van de dove, iets wat jullie familie hebben gedaan tegen anderen en het is nou boven water gekomen. En het is een situatie waar full moon bracht alle geheim, family geheim uit altijd. En this is, steer is the tweede house. En the energy of the tweede house is over zaken, is over family geld, is over zaken, geld, bedrijven, zaken. Dus deze full moon, alle logens over dat soort of ding, kom even boven water. Dus don't shoot the bird. Oké, we gaan even kijken. The moon rising mensen. En het heeft mee te maken met een heleboel details over geld. Dus het is de eclipse in de ster. En ster, we moeten snappen wat betekent. Welke zodiac zit in welke huis. Wat dat betekent. En in de huis van de steer. Steer is over zakelijk dingen, is over geld, is over erfenis, is over rijkdom. Dus daar is heleboel geld, over heleboel geld. En mensen nou zitten te bekijken en mensen nou recognize dat heleboel geld is vermis. Dus het is zo, het is als je belasting ontduiken en zo. Ik kom altijd boven water met de steer full moon energies, oké? Nou, we gaan even kijken hier. En er is some sort of a rickzack. En ik ken dat er is een scheiden. Jullie steer Rijkeman. Some sort of a scheiden tussen u en je vrouw komt binnen. En je wil geld wegzetten of je hebt geld weggestopt. Je vrouw komt daar achter of het komt uit in de rickzack, oké? Dus jullie zakenman, dat hebben best wel geld in de buitenlanders gezet, of je hebt wetgoed dat je wil niet delen met je vrouw, het komt uit en je moet het wel delen, oké? Dus daar zag je de energie van de dove en de familie met jullie rijk zakenman, is dat jullie rijk zakenman, als je gaat scheiden van je vrouw, dingen dat je hebt weggezet en verstopt, dat je wil niet delen met je vrouw, het komt best wel uit. En je kan het niet verbergen. Het is zo, het says, het heeft mee te maken met de eclipse van de full moon. Dus je houdt een geheim van je asset of je bezetting tegen je vrouw. De full moon komt, voep, het komt uit, oké? Je vrouw was niet van op de hoogte, maar door de scheiding of direct en zo had gevraagd en dat en het komt uit. Dus is iets dat je kan niet verbergen, oké? En dit is het, ik zal zo laten mensen leren hoe
de zodiac beeld dat je bent ondergeboren en hoe het affect je wanneer de volmoon, omdat de volmoon, de nieuwmoon, de volmoon, het heeft zoveel te maken en de effect op mensen, omdat we zijn hier allemaal geboren onder een bepaalde sterbeeld, oké, en vandaar. Dus ik zie sommige van jullie mag had de hoop voor some sort of a new start, maar ze komen achter dat er was een grote diefstal. En ik weet niet, sommige van jullie, misschien je bent hier niet betrokken of je bent bij betrokken, maar this new start word is niet blok, maar het komt nu niet vanwege dat mensen recognize dat er was een grote diefstal. Oké, dus zo het is dat jullie had gehoopt voor some sort of a new start, maar door iets wat is gebeurd, mensen recognize een grote diefstal was een career. En door dat, de aanvraag dat je wil, je krijgt het niet, oké. Dan de as van Pentacles, en ik zie dat sommige van jullie ondernemen, je krijgt best wel... je zaak wordt goed. Mensen gaan even zien dat je zit iets goed te doen en die gaat jou steunen om some sort of a new start. Heleboel van jullie geld komt dat je kan de kinderen best wel kersen goed gaan geven. Geld komt en sommige van jullie gaat even boeken reis in het buitenland. En dat is best wel goed omdat je kan best wel met de kinderen even weggaan. Verdriet is hier. En de verdriet is hier voor een weeskool. En de stier. De weeskool en de stier verdriet. Dit is een situatie waar jullie maken. Dat is connect met de weeskool en de stier verdriet voor deze mensen. En het is over ze longstaan. Verdriet vanwege door dat heleboel dingen is gebeurd. Dus nu weet ze niet wat is zo het is welke richting gaat ze op, oké? Huisproblemen, gewoon problemen. En ik zie kennis. Heleboel van jullie maak mensen hebben zo het is. Ik heb verdriet dat ik had begonnen met een groep van mensen. Ik had verdriet dat ik ben in een relatie geweest. Ik had verdriet dat ik had iets gedaan met vrienden en kennis. Dat hebben effect op mijn leven nu. Oké. Dus some sort of a verdriet of situatie. Maar het is de eclipse van de volmoon. Dus je gaat het verlaten. Oké. Ik wens jullie een fijne volmoon. Namaste.